Ja, ik ben direct weggezept hoor, bij het Studio Sport. Ja, ik wist niet hoe gauw ik die afstandsbediening moest pakken. Oh, boem, 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 weg, 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 weg. Oh, en daar gingen ze weer. Daar gingen ze weer. Die gingen weer volkomen politiek correct. Gingen die weer beginnen over de mensenrechten van in Qatar, vrienden. Luister, we weten allemaal dat het heel slecht is daar in Qatar met de mensenrechten. Ja, dat weten we nu wel. En dat het toernooi daar eigenlijk niet gehouden had moeten worden. Oh, dat weten we nu al. Ja, daar zijn we nu al maanden, wekenlang over aan het wauwelen. Ja, op tv. Elke talkshow, alles en iedereen heeft het erover gehad. We weten het nu wel, ja. Maar nee, niet bij Studio Sport. Nee, want gelijk in de eerste uitzending over die WK. En daar gaan we weer. Daar gaan we weer. En daar zit helemaal niemand op te wachten. Nee, jullie niet, ik niet, wij, niemand meer. Nee, we willen nu gewoon voetballen kijken. Ja, mag dat? Ja, gewoon heb het over voetballen. Heb het over problemen met die keepers en weet ik veel wat. Over die Noppert of Knoppert, hoe heet die, en Bijlo. En ga het daarover hebben. Ja, maar nee, we gaan weer eens even uitleggen alles over Qatar. En dat komt alleen maar door die types daar bij die NOS. Die allemaal weer eventjes aan de grachtengordel en iedereen die maar NRC, Volkskrant, De Parool leest, even moeten laten weten van ja, wij zijn natuurlijk wel sportjournalisten, maar jullie beseffen natuurlijk wel dat wij heel serieus zijn. Ja, en dat wij ons heel erg bezighouden met de wereldproblematiek en mensenrechten en noem het allemaal maar op. Dus vergeet dat niet. He? We doen sport, maar eigenlijk niet. He? Het is zeg maar ook een beetje Tom Egbers die dan zegt, ja, Qatar, eigenlijk niet zo zin in. Ik ga er wel heen met de handrem erop. Die. Nou, en hey vrienden, we moeten ons al de komende weken, moeten wij ons al verschrikkelijk weer gaan zitten ergeren aan die hele matige tot schuine streep, ja, slechte commentatoren van de NOS. Ja, die ergernis. En die komt er nog voor ons aan. En nu beginnen ze al gelijk, in de eerste uitzending, beginnen ze jullie en mij al te ergeren.